Een gezicht is toch altijd iets van. dan krijgt de naam een leven. Daar zit een heel verhaal achter die personen. En daarvan hebben we dus nu een, aan de hand van een vragenlijst. bij de nabestaanden proberen na te komen. Goh, uit wat voor gezin kwam die? Wie, wie waren zijn vader en moeder? Wat deden die? Maar wat, wat, hoe is zijn schoolleven verlopen? En had hij vrienden? Dick Foot die, die had de ambities om piloot te worden. Over het algemeen waren jongens die dus, ja, vanwege dienstplicht op die vliegtuigen terecht zijn gekomen. Ieder afzonderlijk hun eigen ambities hadden om zich anders te ontwikkelen. Ik weet bijvoorbeeld bij één verhaal van de nabestaanden dat hij studeerde en dat hij eigenlijk op de universiteit in de rechten verder wilde. We zitten nu op een bedrag van 2700 euro, dus we hebben nog ruim 3000 euro nodig om ons project te kunnen realiseren.